Floor en ik ben een jaar geleden ongeveer voor het eerst deze meldkamer binnengestapt. Daarvoor heb ik een goede 13 jaar bij de geneeskundige eenheid van de luchtmobiele brigade gewerkt. Ontzettend leuk en dynamisch werk. Alleen het was wel heel moeilijk werk, omdat ik veel van huis was en op een gegeven moment een jong gezin. Dus met name de combinatie met het werk en het gezinsleven, dat was erg moeilijk. En om die reden ben ik op een bepaald moment verder gaan zoeken. Om te kijken van, wat kan ik hier in mijn omgeving betekenen. Daar gaat een 1-2'tje. Momentje. Goedendag, meldkamer ambulancezorg. Wat is precies het adres van het noodgeval? Ik ga het even doorgeven, momentje. Politie, er wordt geschoten. En op welk telefoonnummer kan ik u terugbellen, meneer? En bent u nu bij de patiënt? Oké, ademt hij? Nou, dat was ook weer een pittige melding. Die meneer die zat in een heftige situatie, maar we hebben snel genoeg de ambulance ter plaatse kunnen sturen. Maar eerst de politie, omdat we niet helemaal zeker wisten dat het veilig was daar zo. En als de politie dan op een bepaald moment sein veilig geeft, dan kan uiteindelijk ook de ambulance ter plaatse komen. En dan hebben we de zorg weer netjes afgerond voor deze mensen, denk ik. Nou, gedurende de dag weet je natuurlijk nooit wanneer de belletjes binnenkomen. Maar elk telefoontje kan iets heel bijzonders kan erachter zitten. Het kan variëren vanaf een enkeltje waarbij iemand van de stoep is afgeraakt. En soms heb je wel eens echt een beklemming in de auto waarbij de mensen zelf bellen. In een extreem geval kan het natuurlijk ook wel zijn dat we echt alles moeten inzetten. Dan hebben we brandweer om mensen uit auto's te knippen. We sturen politie voor de veiligheid of misschien om de situatie op de weg veilig te stellen. Meerdere ambulances als er een reanimatie te plaatsen is. Extreme gevallen het MMT. Waarbij helikopters te plaatsen komen om de mensen de juiste zorg te kunnen geven. Nou, ik zal nog even kort een stukje uitleggen welke systemen wij onder andere kunnen gebruiken om de zorg allemaal te coördineren. We hebben hier het wassysteem, daar kunnen we de sirenes in de regio mee aanzetten als er grote incidenten zijn. Hier heb ik GMS, in GMS zie ik eigenlijk al mijn meldingen lopen. Dan heb ik hier het CityGIS, daarop kan ik zien alle voertuigen van de ambulance, maar ook van de brandweer en van de politie en van alle andere zaken die relevant kunnen zijn om de zorg goed te coördineren. Zelf vind ik het altijd prettig om gewoon Google Maps nog eventjes aan te zetten hiernaast. Uiteindelijk NL Alert, als er mensen in de regio kennis moeten worden gesteld van grotere incidenten, kan dat er ook bij aangezet worden. Nou, mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in het werken op de meldkamer ambulance, kijk dan even op het e-mailadres hieronder en mogelijk zien we jou terug als collega.